gewoon. Ik heb een vraag voor Fabio gewoon, man. Ja, man. Shit, dat moet ik ook al Fabio zijn. Ja, maar dit gaat best Ik dacht dat het een mega grote worm. Oké, nou, het idee is dus dat hier water in komt blijven te liggen, waardoor hier waar de planten op zullen groeien, dat die bodem vochtig blijft en gekoeld. En er komt hier ook nog eens dat worteldoek gaat hier ook nog eens overheen. Dus hier komen een soort van watergeulen die dus water vasthouden, een soort van moeras. Misschien kan ik er ook nog wat van die plantenzooi in gooien, zodat het een beetje een moeras wordt. Oké, dit is het idee. Hier lopen twee zaaibedden, hier en hier, onder die takken door. Dan heb ik hier drie soort van geulen gegraven en een zeil ingedaan, dat het water dus opvangt en waardoor de bodem dus koel blijft en er in principe een wateroverschot is voor de planten zelf. En dan ligt er nog een worteldoek bovenop, dat ervoor zorgt dat er geen water verdampt of nauwelijks. Dat het in ieder geval wordt beperkt. En dan zal ik bepaalde plekken hier in het bed gaatjes prikken waar de planten dan uitkomen die ik ga zaaien. Wat er dus voor zorgt dat er geen onkruid bij kan groeien.